Je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van FlexM. En één ding kan ik je vertellen, het wordt een hele bijzondere aflevering. Al zeg ik het zelf. En of dit een bijzondere aflevering wordt, want wij zijn helemaal weg naar Duitsland. En dan vraag je natuurlijk af, wat moet dat FlexTeam nou in Duitsland? Nou, we gaan naar Frankfurt. En dat is de komende dagen het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling. We bezoeken daar namelijk een hele bijzondere tentoonstelling over het concept Cradle to Cradle. Nou ja, wat dat inhoudt, dat gaan we daar uitzoeken. Ja, daardoor loop jij ook nog een heel eind. We zijn er al bijna. Frankfurt, drie kilometer of gaan we misschien iets meer over de snelweg. Nou, dat was mijn ritje wel zeg. Frankfurt ligt niet bepaald in de hoek. Hey, wist jij trouwens dat dat stukje kauwgom dat jij nu zo even leuk weggooit, dat een minuscuul deel is van de 61 miljoen ton afval die wij in Nederland jaarlijks zomaar weggooien? Oh? Dat is dus ongeveer het gewicht van olifanten. 12 miljoen olifanten. Wacht even, dan heb je het alleen over Nederland? Ja. Nou, kan je wel nagaan dat we een beetje moeten oppassen met hoeveel afval wij creëren. Hè? Ja, hoe doe je dat nou? Nou, de Engelsman William McDonough en de Duitser Michael Braungart, dat zijn samen de grondleggers van Cradle to Cradle. En dat is letterlijk vertaald van wieg tot wieg. En zij weten precies wat wij met al het afval kunnen doen. Ja, en wij zouden natuurlijk flexied zijn als wij geen afspraak hadden geregeld met Michael Braungart. Schoonheidsslaapje gehad, dus we kunnen met frisse energie alles over Cradle to Cradle leren. Dus ik zou zeggen, laten we naar binnen gaan. Cradle to Cradle is a positive agenda. Instead of apologizing for being on this planet, we celebrate human genius. And this means we make stuff, we do processes. There's no waste anymore. Everything is a nutrient. So everything what gets consumed, like food, like detergents, like brake pads, is designed to go back into the biosphere. Everything what is just as a service goes back in the technosphere. And if we do so, we don't have an overpopulation problem. Most people think we're talking about recycling, but you call it upcycling. Yeah. Why is that and what do you mean? Because it's not about waste equals food. Yeah. Because when you think about waste equals food, you still think about waste. Yeah? Yeah. It's like when I tell you don't think about a pink elephant, you think about an elephant. Yeah. So it's like, even if you say zero waste, you still think about waste. Yeah? So it's all about all nutrients. Yeah? And when you talk about cradle to cradle, then people think they always need to do the same thing over and over again. But do you really want to be born again as a rat forever? Yeah. You somehow want to reach a higher level of that as well. So, yeah, so we want to use the intelligence of materials, of products, and add more intelligence. Yeah. Instead of recycling, it's upcycling. So for the daily life, it says, hey, can I throw it away? Yeah. Can I make the compost out of it? Can I burn it without a filter and put the ash in my garden? Or do you take it back. When you find, for example, a TV set, if you find 4,360 different chemicals in a TV set, do you really want to own these chemicals or you just want to watch TV? So you buy what you want and you get the materials back into cycles with that. Just do? I just recycled shoes. You recycled shoes? Yes. Okay, but with this machine? No, not with this machine. With this machine we will collect shoes and clothing. Yeah. In the supermarket, in the stores, and you will get this voucher. Yeah. And with this you can go in the supermarket and buy something new. What happens to the shoes? Where did it go? We will bring them to another plant in near Sachsen. Yeah. And then we build things like this out of it. What is this? This is a part for a car. Okay. Kijk, dat is meer wat voor de vrouwelijke kijkers onder ons. Nou, we staan bij een hele spannende stand, mag ik wel zeggen. Hoe passen jullie Cradle to Cradle toe hier?
Nou, we zijn eigenlijk een jong bedrijf dat eigenlijk uit de cradle-to-cradle filosofie geboren is. Omdat we toen al tijd met z'n negenen begonnen en eigenlijk een ultiem idee wilden hebben. We hebben heel lang nagedacht wat gaan we doen. En we zagen toen de Rob van Hattem documentaire over afval als voedsel. En waren gelijk enthousiast en zijn gelijk dachten met z'n negenen van ja, dit is het echt. Hier moeten we mee aan de slag. En wat is het product precies? Kan je iets vertellen erover wat jullie hebben gemaakt? Ja, we zijn oorspronkelijk begonnen met het materiaal PLA. Dat is een biologisch afbreekbaar plastic. En er zit een bamboevezel doorheen, dus dat houdt in dat hij straks niet alleen terug te brengen is in de technosfeer, maar ook in de biosfeer. Dus kort gezegd, hij is composteerbaar. Als je het niet meer leuk vindt, dan gooi je hem in de compost ook. En dan composteert hij en dan zit hij zijn hand, dan lost het lekker op. Ja, precies. Helemaal top. Wat voor product heb jij op deze tentoonstelling? Ik heb een verzinkt stalen bank ontworpen met een kunststof plaat erop. Het valt binnen de technische cyclus volgens Cradle to Cradle. Het is heel makkelijk uit elkaar te halen. En dan kan je alle materialen weer terug in hun eigen materiaalstroom gooien. Het is dus allemaal hup eraf te halen? Ja, dit zijn dopjes. Die klik je er gewoon op. En dan daar heb je dus geen lijm nodig. En als je hem aan het einde van zijn leven weg wil gooien, dan haal je die dopjes eraf. Dan haal je de plaat eraf. En dan heb je alleen nog maar je verzinkte stalen bank over. En dat ga je dan ook ontzinken. En dan heb je alle materialen weer gescheiden. Nou, ik vind het een heel mooi product. Zeker maar nog stuurt. Dus, wat kan ik hiermee helpen? Nou, je mag ons eens even gaan uitleggen. Wat? Hoe jullie Cradle to Cradle toepassen hier? Ik ben net weggeroepen, dus als mijn collega het even over mag nemen, dan heel graag. Ja. Oké, ja. Waarom zijn jullie nou begonnen met het cradle-to-cradle principe om dat toe te passen in jullie stoelen? Je moet ook niet alleen een groene stoel willen maken. Mensen kopen geen stoel omdat die groen is. Mensen kopen een stoel omdat die lekker zit. Dus het design moet goed zijn, hij moet lekker zitten, hij moet er leuk uitzien en hij moet groen zijn. De stoelen zijn helemaal vrij van gifstoffen met alle toxische stoffen. Dus, een lekkere stoel, ergonomisch moet hij goed zijn en hij moet groen zijn. Maar dat groene moet je niet meer merken. Nee, hij zit lekker in ieder geval. Zorgen wij er even voor dat de duurzaamheid sexy wordt. Ja. Hè? Hey yo. Het is 2000 vandaag, dus nu de tijd voor duurzaamheid in land, stad, buurt en wijk. Want als je het puur bekijkt, is de gewenste energie minder schadelijk als je het uit de natuur verkrijgt. Dus dat, leg nu het energiegewin aan banden, maak het leven van je kind straks anders. En maak het normaal dat hij langs de windmolens wandelt, in kleding van de kringloophandel. We maken de aarde kapot, kapot voor de energie. Waarom weet ik niet, waarom weet ik niet. Het doet me zoveel verdriet. We plegen roofbouw op het milieu. En dat is het probleem dat ik zie. En is er dan geen compromis? Is er dan geen compromis tussen economie en ecologie? Weet wat je doet, dus toon nu wat moet. Het gaat om nu, maar zeker om later. Weet wat je doet, het gaat zo niet goed. Ik hoor klachten over steeds meer koolstofdioxide. Maar elke dag weer staan we toch in de file. Tanken diesel of benzine, waar ze grof aan verdienen. Laat ons kiezen voor vervoer op waterstof of hybride. Nu meteen, afvalscheiding kan je kansen verrijken. Ga je GFT-papier en je glas recyclen. Want van afval maak je brandstof, elektriciteit. Zelfs voedsel voor elke mond en bek op een lijf. Jawel, als je fatsoen draagt in je lijf, loop je niet op schoenen vervaardigd door kinderarbeid. Geen energieverslindende plasma's en LCD's. Alleen houten tuinmeubelen van FSC. Laten we zorgen voor schoon water in ontwikkelingslanden. Yeah. Want daar zijn bacteriën als vergif aan je handen. Zoek balans tussen mens, planeet, winst en welvaart. En wordt genoemd als men in de toekomst een kind om een helft vraagt. Weet wat je doet, dus doe nu wat moet. Het gaat om nu, maar zeker om later. Weet wat je doet, het gaat zo niet goed. We kunnen er samen
Hey, moet je kijken, deze t-shirts, man. Volgens mij zijn deze ook biologisch afbreekbaar of zo. Ja. Excuse me, sir. Hello. Hello. What's so special about these t-shirts? After you need it not more, then you can take it in the trash can. Yes. And after 6 months in the compost, it came back on with new things came on the compost again. Really? So actually, I can just throw it on the ground even, and then I have a nice plant growing out of it. Something like that. That's right. That's right. Wow. It's great that it's cradle to cradle, but it's a bit boring if for me. Yeah, that's in the beginning. We start with the standard, but our idea is if we have more interesting, then we make new models and we make new articles for the young people. And if the young generation is interesting on this product, then we have a new collection with all new fun shirts. Then we'll have shirt like this, and like it will this be one, and no ready problem. For the bin. You just throw it away and and you get a rose out of it. That's right. Wow, that's great. But is cradle to cradle an invention to improve the environment, or did you create it for economical reasons? Cradle to cradle is a discovery. We collected all the information what we could get, the Western way to analyze, the Eastern way to think in cycles, the Southern way to have fun, and to combine this. It's good for economy, it's good for society, and it's good for ecology as well. So it's not a triple bottom line thinking, it's a triple top line. Wij zitten hier te kijken naar al die prullenbakken en containers die ik hier zie. En dan ga ik me natuurlijk direct afvragen, wie zijn jullie en wat doen jullie dat Cradle to Cradle is? Nou, we zijn een vergangswinkelgroep, we zitten in waste management. En als je kijkt naar Cradle to Cradle, dan zeg je van afval bestaat niet meer. En dat is misschien vreemd om daar een waste management bedrijf te hebben. Maar waar wij eigenlijk dagelijks mee bezig zijn, is om nieuwe grondstoffen te maken. Heel vaak uit afvalstromen van andere mensen. Maar we kijken ook mee vanaf de designfase van producten tot de end-of-life fase van producten. Om in al die stukken te zorgen dat je zoveel mogelijk grondstoffen weer terugwint. En een nuttig tweede of derde of vierde leven geeft. Are we human? Or are we dancer? Hey, moet je kijken, man. Dit is best wel leuk. Een nieuw huis. Weet je, ik vind het eigenlijk zo logisch allemaal. En er zijn hier allerlei internationale bedrijven met de meest uiteenlopende producten die het net zo logisch vinden als ik. En zij laten hier zien hoe zij het cradle-to-cradle principe toepassen in hun bedrijf. Ja, want sportmerken zoals Puma en Adidas die houden zich al een tijdje bezig met recycling. Maar ook Nike past het cradle-to-cradle concept toe. Olaf, in which way does Nike apply the cradle-to-cradle concept? We're doing it in a lot of areas. For example, maybe you heard about the reuse the shoe concept, where we use old sports shoes and recycle them and using them for sports surfaces, donating them for sports pitches and social projects, for example. This is one example, but there is another one as well, for example, considered. It's a product concept where we use environmentally friendly materials and using them for this material for the production. So I'll show you here the first running shoe with a considered design. It uses recycled rubber in the outsole, and we are using less materials, 1.4 ounces. That means 1.4 ounces less weight. And we are using environmentally friendly upper material as well. We're striving to have the whole footwear range considered by 2011, apparel by 2015, and equipment by 2020. So when it comes to using raw materials, they will probably become more expensive in the future, will be scarcer, so it's only wisely to use them wisely and recycle them to use them again in the production cycle.
wat een lange dag, maar onwijs boeiend, hè? Ja, en na 5 afleveringen kunnen we rustig zeggen dat duurzaam leven echt een way of life aan het worden is. Het is misschien een beetje een illusie om te denken dat we zomaar al onze gewoontes aan de kant kunnen schuiven. Maar we zijn op de goede weg en we hebben veel meer respect voor de aarde gekregen. Ja, in onze afleveringen hebben we aandacht besteed aan alternatieve energiebronnen, alternatieve vervoersmiddelen, duurzame lifestyle en biologische voeding. Eigenlijk allemaal manieren om je leven te verduurzamen. En je zag hoe makkelijk het is. Ja, onze wereld ligt eigenlijk in jouw handen. Nou, voor meer informatie over dit programma of wil je bijvoorbeeld een aflevering terugkijken, ga dan naar www.tvflex.nl. En heb je nou zelf nog een leuke duurzame tip of wil je ons gewoon iets vragen, kan dat ook. Moet je even een mailtje sturen naar info@tvflex.nl. Tot de Flex! Raw materials, they will probably become more expensive in the future, will be scarcer, so it's only wisely to use them wisely. And if you make materials which nobody else can use, and if you make materials which become a liability for the others, then it's just not very intelligent. Human beings are the only ones who make waste. If we give up making waste, then we are beneficial for the others. Right now, we are only a little less bad, and for that we are too many.